is het logo van Dagcentrum 't Hoeveke. De drie G's. De drie G's staan voor groeien, graag komen en gelukkig zijn. Dagcentrum 't Hoeveke ligt in het idyllische Limburg en is onderdeel van het OC Sint Ferdinand in Lummen. Samen met hun begeleiders beleven mensen met een beperking er super toffe dagen. Ik ben Bach Nijs, hoofdbegeleider van Leefgroep De Bron, hier in Dagcentrum 't Hoeveke. Hier vangen wij mensen op, volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Vandaag is het maandag en vieren wij de verjaardag van Alain van Geugde, een van onze gasten. The truth is that I haven't shook my shadow. Every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled. Ja hoor, in 't Hoeveke hebben ze ook echte paardenhoeven. Maar ze organiseren er ook een pak andere vorming, sport- en werkactiviteiten. En daarvoor hebben ze een activiteitenbord. 'S Morgens overlopen wij het activiteitenbord op de ochtendbriefing met onze gasten. Dan gaan we kijken welke activiteiten die dag doorgaan en welke begeleiders die activiteiten gaan begeleiden. Ja, er is een heel gamma aan activiteiten, zoals voetbal en netbal, we hebben paardrijden, pedagogisch paardrijden, we doen aan tennis, we doen ook vormende activiteiten, zoals media, zoals muziekatelier, we doen ook gewoon vormingssessies mee. En we hebben ook nog een aantal echte werkgerichte activiteiten, zoals ons semi-industrieel atelier, het werken op de boerderij, de paarden verzorgen, het werken in de tuin, onze eigen groentjes kweken. We maken ook zelf elke dag ons eten klaar en we doen natuurlijk ook de afwas en nog wat andere huishoudelijke taken. Voor de bewoners is het hier echt de max. Maar voor sommige mensen met een beperking wordt er ook af en toe naar een job gezocht. Toffe jobcoaches zoals Arianne schuimen daarvoor winkels en bedrijven af. Soms zijn er zo echt werkposten dat ze in het begin zeiden van oh, dat weten we zo toch niet. En als je dan aan een tijd vraagt van hoe valt het nu mee, dan is het ja, veel beter dan we gedacht hadden. Als we dat geweten hadden, dan waren we er veel langer aan begonnen. Ik heb mijn zoon Frank net afgezet. Hij komt hier begeleid werken. En ik was er in het begin niet zo voor, omdat ik dacht dat Frank dat niet zou kunnen. Maar hij doet dat eigenlijk heel goed en hij komt hier heel graag werken en hij wordt hier ook heel goed opgevangen. Vorig jaar, denk ik, heeft Arjan ons gecontacteerd en gevraagd van kijk, ik heb echt een hele toffe gast, denk ik. Die past wel bij jullie. En dan hebben we hem eens laten komen kennis maken. En dat is eigenlijk heel fijn gegaan. Het eerste contact was al van, oh ja, joepie. En de tweede dag dat Frank hier aankwam, stond hem eigenlijk al te popelen als wij de trap afkwamen en hem kwamen verwelkomen en hem zijn schort aandeden. En eigenlijk, ja, onze Frank is gewoon het zonnetje in huis. We kijken er echt naar uit als hij eens vrijdags komt. Ik heb dan ook speciale papieren klaargemaakt. Die we dan gepastificeerd hebben, waar wij de suikerbonen kunnen opleggen, zodat hij weet, kijk, dit is een doosje van 8 suikerbonen. Dan weet hij, op elk kruisje legt hij een suikerboon en die steekt hij in het doosje. Dat hij ook ziet dat niet alleen de papa en zijn broer moeten gaan werken, of dat ik moet werken, maar dat hij ook kan gaan werken. Ik ben Fatia, ik ben 55 jaar. Ik doe begeleid werk in Paan. Ik moet daar rekken vullen en ook andere affiniteiten. Ik heb veel collega's, toffe collega's, waar ik mee werk. The fairies, they are too. It's in the... Voor een buitengewoon bezoek aan Lummen, ga eens langs in 't Hoeveke. How long can we ignore? We build a little more, and then we break our truth. Ooh.